Goedemorgen. Bedankt dat jullie vandaag met zoveel mensen zijn gekomen om te laten zien aan Gemoer Dupont, maar ook aan de politiek, dat we zat zijn en willen dat er een einde komt aan het stelselmatig vergiftigen van ons en onze kinderen. Onder jullie zijn veel inwoners van Sliedrecht, Wapenrecht en Dordrecht. Ze zagen het wel, collega's die heel jong stierven en de ernstige gezondheidsklachten bij anderen. Maar nu pas komen oud-werknemers van Dupont, Gemoer, de vragen op. Was het een D-MAC in de Lycra? Dupont wist al in 1986 van de gezondheidsrisico's, maar wisselde deze kennis met niemand en liet hun personeel onbeschermd gevaarlijke activiteiten uitvoeren. De provincie Zuid-Holland ondernam pas na weer een lekkage, met nu deze keer formaldehyde, met meer toezicht. De mondiale productie van formaldehyde overigens was in 1982 4 miljoen ton en dit jaar zou die de 21 miljoen ton benaderen. Dat is een behoorlijke stijging dus. Maar waarom staan we hier? Omdat we het spoeg zat zijn. Omdat wij nu als inwoners, zonder een stempel als VVD'er, CDA'er, PvdA'er of van welke partij dan ook, onszelf willen laten zien. We zijn het echt zat dat er geen doorkomen aan is in Den Haag. En de politieke molens draaien wel, maar veel te langzaam. We zijn het zo zat dat er jarenlang wordt gesproken over de activiteiten van deze bedrijven en de gevaren die kleven aan het opereren in een woonomgeving, maar het bedrijf gewoon kan doorproduceren. We zijn het meer dan zat dat er continu met onze gezondheid wordt gesold, maar waartegen we nu massaal in opstand komen. En we zijn hierheen gekomen om aan iedereen te laten zien dat er een einde dient te komen aan het onrecht wat ons wordt aangedaan. Nu zijn het niet de politieke partijen die namens ons hun zegging doen of konden doen, maar wij, de inwoners. Gemoers en Duponts inspanningen en excuusbriefjes om een betere buurt te worden wegen niet zwaarder dan onze angst en bezorgdheid. Hoe bestaat het dat een bedrijf wat zoveel ziekmakende troep produceert meent een bestaansrecht te hebben in een omgeving waarin vele tienduizenden bewoners en dieren leven? Hoe bestaat het dat ze menen het recht te hebben kankerverwekkende stoffen te produceren in onze directe omgeving in de hoop dat er niets meer misgaat, terwijl het al zoveel malen is gebleken dat het wel misging? Hier kan niemand omheen en we doen daarom een klemmend beroep namens alle die hier staan, maar ook namens degenen die hier wel hadden willen staan, maar niet kunnen vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen en ook graag hun stem hadden willen laten horen. Stop de ziekmakende activiteiten van dit bedrijf. Stop met het vergiftigen van ons, onze kinderen en kleinkinderen. Ten slotte de prangende vraag, willen wij meer of minder Dupont en Gemoer? Minder! Dat gaan we nog regelen. Ja.